Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze allerlaatste aflevering van F1 2021 Breaking Point. De story mode eindigt dus definitief, want er zijn maar zoveel afleveringen. Chapter 13, 14 en 15 komen dus vandaag in bod. Drie chapters dus, wat voor het eerst is in Breaking Point. Heb je de vorige aflevering gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien? Het kan recht met ietsje, klik daarop als die aflevering verschijnen. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer. Reageer wat er bij kan worden op deze aflevering. Schakel ook een lekker belletje aan en gaan we verder door met de story mode. A superb performance so far. There's still a lot of work to do, but give yourselves a round of applause. You've been wonderful. Well, I'm sure you've all heard by now, but well, this will be Casper's last season as an F1 driver. And if you get the chance, then please do your very best to change his mind. I'm only kidding, Casper. You will be missed. Anyway, I'll stop talking for once. Have a wonderful evening and let's push for four. Look, I know how this works. I've been around long enough. I'm just saying, you have a future here. I've seen a lot of drivers come and go in my time, but you're special, Aiden. You've got the makings of a true great. I mean it. Casper! Hey. Where's Zoe? Oh, she's around somewhere. She loves these things. Oh, and you don't? Wow. Mind if we join you? I'll be my guest. Come on, Aiden. Sit. Why didn't it work out between you two? Brian, I'd rather not discuss. I don't care what you'd rather, Aiden. Casper's leaving us, and I know that your agent has been talking to other teams. This could be the last chance the three of us get to chat like this. Who knows? We may not even see each other again after Abu Dhabi. So come on. What's the deal? Listen, I just want to have a nice evening. He's on more money than me. What? Ah, hence the frosty reception. Everybody started talking about my age. Just wanted to prove myself. Prove that I was better than the next flavor of the month. This was not about you, Aiden. I don't know. What about you? He didn't want me on the team. Didn't I? You wanted Ricardo instead. And you thought I was past my best. What? But that's not true. You're having an amazing season. Could you verify that number for me? That's right. And that's the contracted amount, yes? Yeah. Do you mind if we show him? You two are a couple of chumps, do you know that? And you should know better. I don't understand. No, but he does. It would be funny if it wasn't so tragic. I wonder how many points all this has cost us. Well, I'll leave you to it. You can apologise to me later. I don't understand. I'm an idiot. Why? Paddock gossip. So none of this is true? There's always gossip in the paddock. And ever since he's arrived, there's been one man at the center of it all. Who? The man who told me pre-season last year that you signed a better deal. The man who said you thought that I was too old. And that would be the same man who told you I didn't want you signed. Butler? And I believed him. How could I be so stupid? You're not stupid, Casper.
I didn't think he had this in him. Why would he bother? Look at all the mess he's caused. The crash last year, the fight in Kenneth. And how much easier has he had it because of all of that? What can we do? Beat him. Hey. Hey. How are you finding it out there today? Tough. We're overheating the tyres a little through the S's. Yeah, happens. Do you mind if I join you for a moment? Please. They want us to push for fourth. You think Alfa Romeo catchable? Maybe. Butler's having a good season. He claims he has been approached by Mercedes. I heard. He is the more experienced driver. I think the seat goes to him. You said it had always been your dream to drive for them. Is that true? Yeah. It is. Okay, I'm going to give you space out there. I'm sorry I didn't do that before. I'm sorry too. I want us to push for four. I want us to beat Butler. And I want that seat to go to you. Thanks, Kasper. I don't know how we make that happen, but thanks. Well, we work together. Help each other out, that's all we can do. Then let's do that. We've adjusted the camber. Seems to help manage the tyre temperatures a bit better. Yeah? I'll get them to share my setup data with you. Just see how it feels out there. Thank you, Kasper. Truce. We moeten dus de beide Alfa Romeo's rijders zien te passeren. Maar eerst Carlos Sainz. Hopelijk misschien hier dan aan de binnenkant kijken. Nee, want Sainz verdedigt gewoon goed. Houdt zijn auto heel breed. Dan kunnen we het hier dan doen aan de buitenkant. Die knik is voor ons, Carlos. En dat is P13. De volgende heet dan Daniel Ricciardo. En die is hier dan gezien. Want we rijden op de medium banden, een compound zachter dan de Australiër, knijpen hem daar mooi af. En dat is P12. De volgende heet dan Antonio Giovinazzi. We moeten de beide Alfa's zien te verslaan, oftewel Giovinazzi en Devin Butler. Overtakenknop ingeschakeld. Het gat is 2,8 seconden, dat is wel groot. De vraag is, hoe lang doen wij daarover om dat gat te dichten naar Giovinazzi? Als dat binnen nu en twee ronden is, vind ik dat fijn. We zitten in ronde nummer 7 van de wedstrijd. Giovinazzi is naar binnen gedoken. We hebben nu Devin Butler die voor ons rijdt. We duwen hem als het ware gewoon vooruit. Aiden in de pits. En wij halen hier mooi Devin Butler in 130R via de buitenkant in. Dat is goed gedaan en we zijn nu op een P7 beland, nee, een P9 beland in ronde nummer 7. En het doel is tot nu toe behaald. We zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Jackson, Gasly, Leclerc en al die andere lui, die duiken allemaal naar binnen. Leclerc is dus weer naar buiten gegaan. We hebben een klein momentje op die curbstone, maar dat is geen probleem. We moeten gewoon voor die beide Alfa's finishen en dan is het doel compleet. Maar eerst gewoon nog deze wedstrijd proberen mooi uit te zien rijden. Charles Leclerc heeft het wat lastig. We vallen hem daar mooi aan de buitenkant aan. Lukt dat? Dat lukt, maar we raken Charles Leclerc en we moeten helaas door het gras. De auto zijn we niet verloren, gelukkig maar.
Maar dat was een domme actie van mij, want ik stuurde gewoon wat in op Charles Leclerc. Want hier aan die buitenkant proberen, DRS is dus van ons. Overtekenen op gooien wij niet aan, een beetje wielbengen met de Monegask. En dat is P6. 500 fuel remaining, zegt Jeff. En we zitten in ronde nummer 9 van de wedstrijd. Een ronde later in ronde nummer 10. En daar hebben wij dan dus Lando Norris. We proberen het dit keer aan de binnenkant, maar Norris heeft wat meer snelheid dan ons. We zitten wel groen in sector 1 neer. Lukt het hier dan op de exit? We hebben een betere exit dan Lando Norris en P5 is van ons. We hebben trouwens ook de snelste raceronde in handen, dus dat levert een extra punt op. Dus in plaats van 10 punten, 11 punten natuurlijk. Max Verstappen wint de wedstrijd in Suzuka. Wij zetten paars in sector 1 neer en hebben de snelste raceronde nog steeds in handen. Dat betekent dat wij ook een extra punt pakken. En dat is goed om te zien. Ik weet niet waar Aiden Jackson is. Die rijdt volgens mij niet in de punten. Rood in sector 2. 18e langzamer. Als ik dat goed zeg. Nog een paar bochten en dan kunnen we gewoon tevreden zijn met dit resultaat. P5 in Suzuka. Dat vind ik heel knap. En gaan we op naar de volgende wedstrijd. Brilliant stuff from Red Bull today. What a superb victory. Aston Martin continue to put the pressure on Alfa Romeo. That gap might still be a little too big to close, but for Aston Martin, it's very much game on. Yeah, when I think back even just a couple of months, Crofty, I didn't have Aston Martin pegged to be competing with Alfa Romeo. Both Jackson and Ackerman performing at their absolute best out there today. Well, they certainly were, and no sign of any disputes on or off track between the pair of them. Might they have put their differences behind them? We zijn inmiddels in Amerika beland voor het volgende scenario. We moeten Devin Butler zien te verslaan. We rijden op een P12. Maar eerst moeten wij Pierre Gasly zien te passeren. Hij rijdt op harde banden. Wij rijden op medium banden. En we zitten op de helft van de wedstrijd. Kunnen wij Gasly dan zometeen al passeren? We kunnen meer snelheid meenemen bij die S-secties. Nou, die dubbele linker is het. Hier dan naar de buitenkant kijken. En Gasly mooi gepasseerd via die buitenkant. De volgende heet Esteban Ocon. Maar eerst hebben wij blauwe vlaggen van Nicolas Latifi. Die moet aan de kant voor ons. En dat doet hij zeker. Hij rent wel laat naar ons toe. En Latifi wou zich even laten zien. Maar dat moet je gewoon niet doen, Nicolas. Want jij bent een blauwe vlag. En dat ben ik dus niet. We zijn inmiddels naar Esteban Ocon toegereden. We moesten daar even op de rem gaan staan. Anders hadden wij een voorvleugelschade. En we kunnen hier meer snelheid meenemen dan Esteban Ocon. We zitten er heel dicht op. Ocon verdedigt die binnenkant. Wij kijken naar de buitenkant. Lukt dat? Dat lukt niet. Want Ocon verdedigt wat scherp. En hier dan zometeen naar de buitenkant kijken. Nee, toch voor die binnenkant gekozen. En we zijn er voorbij. Dat is goed om te zien. De volgende heet dan Antonio Giovinazzi. Maar Ocon kan terug kruisen. Maar hier hebben wij hem dan wel op de exit. Dat is goed om te zien. Giovinazzi dus de volgende. En die passeren wij hier dan mooi via die buitenkant. Dan is Devin Butler de volgende. Je ziet wel een klein beetje door. Giovinazzi kan daar niet van profiteren. En mijn ingenieur zegt, goed gedaan. Lekkere job. En het doel is dus ook Devin Butler te verslaan. Maar dat gat is 4,6 seconden. Dat is nogal groot. Kijken of we dat kunnen dichtrijden. En dan 5 rondes te gaan. Valtteri Bottas rijdt op P7 op de softe banden. We zitten in ronde nummer 10 van de wedstrijd. Als we Devin Butler daar dan dus hebben.
We nemen een andere lijn bij deze slingshots. Het is heel dicht met elkaar. We kunnen achterlangs terugkruisen. Dat kan. We nemen hier meer snelheid mee. En we zijn Devin Butler gepasseerd. Aiden is in the pit. Aiden in the pit. Aiden Jackson dus naar binnen. En wij dus naar een P8. En we laten helaas rood in sector 1 noteren. In sector 3 noteren. Dus dat vind ik wel jammer. De volgende heet Valtteri Bottas. Maar die heeft Norris alweer ingehaald. En dus zijn wij bij Norris aangekomen. Zet ook de snelste raceronde neer. In de laatste raceronde van de Verenigde Staten. En kunnen wij nog Lando Norris passeren voor P5. We nemen hier een kortere lijn toe na bocht nummer 2 en 3. Om meer snelheid mee te nemen bij de S-secties. Maar dat lukt niet, want Norris stuurt gewoon op ons in. En wij moesten op de rem gaan staan. Anders hadden wij een volvleugelschade opgelopen. Rood in sector 1. 2/10 langzamer. Snijden wat van die bocht af om meer snelheid mee te nemen. Naar het rechte stuk toe. Dat volgt zo meteen. Maar eerst de hairpin. En die nemen wij heel goed. Zit hier al gelijk dan aan de kont van Lando Norris. Hebben DRS ingeschakeld. Wij kijken naar de buitenkant. Norris verdedigt die binnenkant. De kruis wat naar zijn lijn toe. Okay, good work. Nou, Norris blokkeert zijn rechter voorwiel. En dat betekent dat die plek officieel van ons is. En we gaan dus een P5 binnenhalen. Ik moet niet te vroeg juichen, want we hebben daar bijna de auto verloren. Nu komt Norris weer terug. Weer een overstuurmoment. We hebben overtakeknop ingeschakeld. Ja, dit is hem. Lewis Hamilton wint de wedstrijd in de Verenigde Staten. Wij dus naar een P5 met dat snelste racerondepunt. Goed werk geleverd en gaan we ons opmaken voor het laatste scenario van Breaking Point. That's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Well, this season promises to end in quite the dramatic fashion. The tussle for the top continues, but in the midfield, Aston Martin very much closing the gap on Alfa Romeo. Both teams have had a terrific season. Butler and Jackson rumoured to be in the running for that open Mercedes seat too. I can't wait to see how it all plays out. If you're anything like us, you won't want the season to end, but end it must. From here on in, every second of every lap counts. The roar of the crowd can only really mean one thing. Race day has arrived here in Abu Dhabi. It's time to join our teams who are getting ready down on the grid. The Yas Marina circuit, just over 3.4 miles long with 21 corners and two very long back straights. There are two DRS zones going into the heavy braking zones of both turn 8 and turn 11 and offer plenty of potential for overtaking. The circuit comes with its fair share of tricky corners as well, in particular 15, 16 and 17, which will certainly test a driver's braking management. Aston Martin could still catch Alfa Romeo today, but it's a pretty tall order. And are you still surprised they are where they are? I am, to be honest, yeah. When you look back at how they finished last season, the fight they had in Canada, the antagonism on and off track, these two really weren't getting on. I think a lot of people, myself included, had written them off. Well, they've been nothing if not surprising, the Aston Martin pair. Of course, neither driver may be with them next season. Yeah, it's Ackerman's last race today. I'll certainly be sorry to see him go. And they say Jackson and Mercedes are in talks, so who knows? Well, Mercedes continue to be cagey about that open seat for next season, claiming that no decision's been made yet, and they'll see how this season concludes first. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Perez, Pierre Gasly, and Fernando Alonso, Leclerc, Butler,
Norris and Carlos Sainz. Tsunoda, Ackerman, Aidan Jackson and Giovinazzi. Mazepin, Ocon, Daniel Ricciardo and Mick Schumacher. Latifi and George Russell ends our grid lineup. Which of these talented drivers will come out on top today? Plenty of overtakes from this man, Ackerman, today, and here's another one to chalk off. This guy shouldn't be retiring from Formula One. And what's happening here? It looks like Giovinazzi's retiring. And I'm not sure what the issue is, but there's a potential opportunity here for Aston Martin, as it seems that Devon Butler's been left alone to see off the competition. And he's not having the best of days, Crofty. A few mistakes creeping in here and there, a few lockups. This race isn't over yet. Het doel is dus om Devin Butler te passeren. We hebben een kans, zegt Jeff. En we moeten Butler passeren voor ronde nummer 9. Maar eerst is daar Pierre Gasly. Die rijdt 1,2 seconden voor ons. Hebben overtakeknop. En kunnen gewoon, denk ik, dat gat naar hem toe remmen. Jazeker. Dat doen we gewoon heel mooi. We moeten oppassen voor de track limits die hier liggen. En nu al is dat gat 3/10. Kunnen we hier dan aanvallen? Nee, want we zitten net te ver weg. Dan zometeen op die exit. Andere lijn gebruiken. En Gasly gepasseerd voor P10. Evans currently in sixth place. P6. Butler op P6. Paars in sector 1. Norris is de volgende. Neem je daar een andere lijn naar de hairpin. Een wijdere lijn naar de hairpin. En is dat P9? Nou, Norris geeft nog niet op. Beetje wielbengen met elkaar. Ja, en we doen dit gewoon uit frustratie omdat Norris ons heeft geraakt. Norris remt daar laat naar ons toe. Kijk via die buitenkant, maar we duwen hem daar gewoon compleet van de baan. We moeten daar die bocht gewoon afsnijden met een knipoog. Je weet wel. En de volgende heet dan Esteban Ocon. We kijken hier naar de buitenkant van de Fransman. En hij geeft ook niet op, maar we remmen als laatste. En dat is P8. De volgende heet dan Carlos Sainz, die hier in één keer heel langzaam gaat rijden. En we kijken hier mooi naar de buitenkant. Dat is goed gelukt. En de volgende heet dan Devin Butler. En kijken of we die ook kunnen gaan passeren. So Aston Martin potentially on track to really upset Alfa Romeo here. With Ackerman leading Butler and Jackson not too far behind. Butler's closing in on Ackerman. He's trying to win that place back. But which way is he going to go? Down the inside he goes. They've hit each other. That's really aggressive from Devon Butler. He sends both cars spinning out. Butler into the barrier. And that looks to be the end of the race for him. Too late on the brakes. I'm sure the stewards will be looking at this one after the race. But the Aston Martin car's still moving. The Dutchman looks to be continuing, Ant. It's great to see him still in this fight, Crofty. But he has suffered significant damage. There are points still up for grabs today, though, don't forget. Well, that is significant. But can Casper Ackerman's Aston Martin car finish? You OK, Casper? The data they sent suggests the car is compromised. That's fine. I can finish. Butler's out of the race. Butler's out. We have a shot. Jackson's closing fast, Casper. OK. You need to go for third, Aidan. Moppy, third. What about Casper? What, we let Aidan pass? Let Aidan pass. Do the best you can, Casper. How's the car? Good enough. Will you give a message to Aidan? Nou, want Casper Ackerman laat ons dus voorbij. Copy. He says you'd better get on that. En wij moeten dat podium zien veilig te stellen voor Aston Martin. Het is geel in sector 2.
vanwege Devin Butler's auto die daar staat. En Kasper Akkerman moet dus naar binnen voor een nieuwe neus. En dat gaat hij niet fijn vinden. Zet de groen in sector 1 neer. En we zien al Charles Leclerc rijden. Hij rijdt op versleten harde banden. Leclerc inmiddels ingehaald. De volgende heet dan Sergio Perez. Lukt het hier naar de buitenkant? Meer snelheid meenemen dan de Mexicaan. Hebben overtakenknop tot onze beschikking. Maar gebruiken nu gewoon DRS. Kijken naar de buitenkant. En dat is gewoon mooi. P4. Jazeker. Perez kan daar niet terug aanvallen. En dat is gewoon heel goed. Heeft hij hier ook DRS? Jazeker, maar hij zit net buiten een seconde. Nu weer binnen een seconde. 19e is het gat, maar dat kan hij niet dicht rijden of remmen. De volgende heet dan Valtteri Bottas. En die komen we hier dan al tegen. We duwen hem letterlijk als het ware vooruit. Want hij rijdt gewoon langzaam. Verdedigt ook heel irritant. Maar kijken daar mooi via die buitenkant. En P3 is van ons in ronde nummer 10. Dus het ziet er allemaal heel mooi uit. Verstappen en Hamilton kunnen we niet meer passeren. Dus nu moeten wij deze P3 zien te gaan verdedigen van Bottas. En misschien ook nog wel Sergio Perez. Iets te wijd. Maar het is niet erg. Rood in sector 1. 8,4 seconden is het gat naar Max Verstappen. Ziet er daar weer een klein beetje door. En Bottas kijkt voor P3. Hij heeft hier ook DRS. Zit in mijn slipstream. Daar kijkt Valtteri Bottas voor P3. Is hij er voorbij? Op dit moment wel. En we hebben gewoon die knik. Maar Bottas gooit daar roet in het eten. En duwt ons gewoon van de baan af. Die bocht was gewoon voor mij, Valtteri. En dus moeten wij nu Perez zien in te halen voor P4. Lukt dat hier dan al gelijk? Een tegenaanval? Jazeker lukt dat, maar Perez remt heel laat. Maar moet zich toch gewonnen geven. En dat is nog steeds P4. Ik wou dat dat P3 was. Hier dan Valtteri Bottas. Achterlangs kruisen. En dat is gewoon weer P3. In ronde nummer 11. Er zijn nog 300 te gaan. Ziet er een klein beetje door, maar het is niet erg. Dat mag gewoon allemaal. Als we maar geen fouten maken. En tot nu toe maakten wij ook geen fouten. Alleen Valtteri Bottas deed iets raars. En tikte ons op onze achterkant aan. Dus daar moeten we voor oppassen. We missen de apex van de hairpin. Maar tot nu toe verloopt het heel erg goed. Dat gat naar Bottas is 1,4 seconden. They're on old mediums. Their tires are 7 laps old. The time last lap was a 1:47.0. Oh, dat is minder goed. En we zijn de auto kwijt op de curbstone. En Perez en Bottas hebben ons weer ingehaald. En dus moeten wij nu weer in de achtervolging. Alweer. Dat is minder slim van ons. Het gat naar Bottas is 5,6 seconden. We zitten in ronde nummer 12. En daar hebben we dan alweer Sergio Perez. Die moeten wij dus alweer zien te gaan passeren voor P4. Perez verdedigt die binnenkant. Maar wij duiken nog dieper aan die binnenkant. En P4 is van ons? Jazeker. Dat is goed om te zien. Klein momentje overstuur vanwege het buiten de baan. En dus moeten wij nu naar Valtteri Bottas in toe te rijden. En die kennen we al. Die hebben we al een paar keer ontmoet op dit circuit. Ho! Ho, ho, ho. Dat was minder mooi. Dat was veel minder mooi. Ik raakte gewoon die curbzones. En dat betekent een 360 graden spin. En met nog 2 rondes te gaan moeten we alweer Perez en Bottas zien te passeren. Dus dit wordt een soort van sprintrace. En nu ga ik er alles voor geven om dat podium in handen zien te krijgen.
eerst aflossen met Sergio Perez. Net niet die muur geraakt, maar het was heel close. We zitten in de ene laatste ronde van de wedstrijd. Perez, die zien wij voor ons. Hij zit voor ons. En we kijken daar mooi naar de buitenkant. Lukt dat? Nee. Dan achterlangs terugkruisen. En hier dan blijven zitten. En dat is P4. Maar Perez gaf niet op. Remde heel laat. Stuurde ook gewoon mee in. Maar als je het weet, als je hem er bij mij naast zet, dan geef ik niks cadeau. Zo simpel is het. Nu op naar Valtteri Bottas. Voor het podium. Lukt dat nog? Met nog anderhalve ronde te gaan. We remmen wel het gat wat dicht van Valtteri. Het gat is nu 1,4 seconden. Laatste ronde loopt en daar zitten we dan bij Valtteri Bottas te kijken voor het podium. Hier hebben we een betere exit. Helemaal langs de baan en mooi buitenom ingehaald. Dat is goed om te zien. Het podium is dus nu van ons. En dit moeten we nu zien vast te houden. Lewis Hamilton gaat de wedstrijd winnen in Abu Dhabi. Max Verstappen naar P2. En wij, als het zo eindigt, naar een podium. En dan finishen wij Breaking Point af in stijl. Lewis Hamilton wint de wedstrijd in Abu Dhabi. Max Verstappen naar P2. En wij dus met een podium. Is het klaar met Breaking Point. Een leuke story mode. En we gaan nu gewoon verder met My Team Career Mode. Well done! Just brilliant! Woohoo! And they've done it! What a season this has been for Aston Martin! Even a race or two ago you wouldn't have believed it, but they finished fourth in the Constructors. If the rumours are to be believed, they'll be reluctant now to let young Aiden Jackson go. What a talent he's proved to be, and an incredible end to an incredible career for Casper Ackermann, who somehow found his way back into the race after that nasty scrape with Butler. What a race here in Abu Dhabi! Cheers, mate. Thanks. Hey. Casper! We did it. We did it. Have you seen the crash yet? No. What happened? No, I'll let you see it for yourself. And Butler's okay? Bruised ego, perhaps. Anyway, I just came to congratulate you all and bid you a fond farewell. It's been a pleasure. And I'll see you later. We'll celebrate. Stay for a bit. No. Oh, come on, what are they going to do? Discipline you? This isn't my victory, Casper. This is ours. Some race. Yeah, some race. You know, you had us all worried for a moment out there. Brian, when have I ever let you down? You really want me to answer that? Best not. Hey, it's been a pleasure. Well, the pleasure has been mine, Brian. Heck of a career you've had, Cass. Casper! And I think you'll want it. Casper! Casper! For heaven's sake, man, get out there. You've earned it. Dit is nou wel mooi, gewoon een tribuut tot Max Mosley en Murray Walker. Mensen die zijn omgekomen, of zijn overleden, die te maken hebben met Formule 1. De credits, dat betekent dat Breaking Point Story Mode er officieel op zit. De playlist kan je recht voor in dit i'tje vinden. Heb je genoten van deze aflevering, beloon het dan zeker met een like. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F2021. My Team Career Mode content, want Breaking Point is afgelopen.
Ben jij nieuw? Schakel dan vooral het belletje in. Waarom? Zo mis je geen enkele aflevering meer van mij. Like hem als jij hem leuk vond, dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me even op de sociale media, maar gebruik hem in de beschrijving. Kan er iets beter worden, zet het dan in de comments neer. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F2021. Maar verder met my team, Karim.